2-2 gaan ze de Z-Turf-bocht door met een halve lengte voorsprong voor Joey Junior. Joey Junior, buitenkant Jaarde Beukenswijk. Daarachter gaat Looping de Liton nu half naar het derde spoor. Maar dat doet hij nog net niet helemaal, blijft nog heel even zitten. Het was een soort signaal van als niemand gaat, ga ik zelf. Maar nu gaat Jaarde Beukenswijk. Die drukt door. Jaarde Beukenswijk aan de binnenkant Joey Junior probeert te counteren. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Jaarde Beukenswijk is Joey Junior bijna voorbij. 17-9 de tussentijd en nu helemaal. Jaarde Beukenswijk heeft overgenomen. Daarachter ligt Looping de Liton nu tweede en junior, Joey Junior derde. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding in handen van Jaarde Beukenswijk en die is inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Aan de buitenkant Looping de Liton op plaats 2 op een lengte. Daarachter op plaats 3 is het Joey Junior. En zo gaan ze de laatste bocht door en uit. En komen ze in de laatste rechte lijn. Daar komt de aanval van de favoriet aan de buitenkant. Looping de Liton gaat in de aanval op Jaarde Beukenswijk. Looping de Liton is er meteen voorbij. Looping de Liton. Jaarde Beukenswijk vecht wel terug aan de binnenkant. Maar heeft een halslengte voorsprong. Looping de Liton. 13-1 de laatste 500 meter. Het wordt een halve lengte. Looping de Liton wint. Jaarde Beukenswijk wordt tweede. En plaats 3 is aan de buitenkant voor Jannie van Tim. 15-7 voor de winnaar. Inmiddels officieel paard nummer 5, Looping de Liton met Hiltje Salsma. En die ging hier rond in een kilometertijd van 1.15.7. 15.7 ging het, Hiltje, gefeliciteerd. Alle felicitaties van de gele Canarie-eigenaren. Ik heb Looping de Liton al van kop zien winnen vanuit het dooispoor, maar nog nooit vanuit het veld. Nee, maar hij ging goed. En weet je wat het mooie was? Ik had aan Chantal een hele mooie rug. Want daardoor bleef de tempo wel een beetje, want hij was een beetje proestig die van haar, maar daardoor bleef de tempo er goed in. Dus voelde ik me ook niet genoodzaakt om het dode spoor in te gaan. En nu kon je je eigen moment kiezen om wel naar het derde spoor te gaan? Nou, dat hoefde niet eens, want Chantal geeft aan de overkant, gaat ze zoveel druk aan Erik geven. Dus zij rijdt door naar de kop en ik kan gewoon rechtdoor blijven rijden. Ik denk, en ik moer ernaast de bocht door en dan, ik voelde, ik had nog wel wat. Prachtige overwinning. Is het ook de genadestoot in de strijd om het kampioenschap? Nou, dat denk ik nog niet. Ik weet niet of Samantha ook puntjes had vandaag, of ze bij de eerste 5 was. Ja, dan, ik weet het niet eens echt. 19, ja. Nog 2 koersen te gaan. Ja, dus dan is het wel 19 punten verschil nu, volgens mij. Dus dan is dit wel definitief, ja. Hartstikke mooi, Hiltje. Je krijgt de bloemen namens een delegatie van Thijs van Dijk. Die geeft de bloemen aan Hiltje Tjalsma, een prachtige winnaar. Namens heren, Looping de Liton is een 4-jarige donkerbruine ruim van Orlando Vici uit River de Liton. Gefokt door Écurie de Liton vanuit Frankrijk, een eigendom van de Gele Canaries Noord. Trainer Bas Krebas en rijder Hiltje Tjalsma. Tweede werd paard nummer 7, Jaarde Beukenswijk. Derde 8, Jannie van Tim. Vierde de 3, Wild Nature. En vijfde de 4, Joey Junior. 5, 7, 8, 3, 4 is de officiële uitslag in de 7e en laatste koers, de NAC Trophy. En we hebben weer Hiltje Tjalsma, die al zoveel gouden helmen heeft wisten te scoren in haar carrière. Hier misschien wel een genada-stoot uitgedeeld om weer haar volgende titel in de macht te slepen. Dankzij een mooie overwinning van Looping de Liton. Dior wordt omschreven als niet echt het prototype winnaar, maar scoort nu toch alweer zijn derde overwinning. En dat deed hij allemaal dit jaar, dames en heren. Geeft u een applaus voor de laatste winnaars in de NAC Trophy, Looping de Liton en Hiltje Tjalsma. En de start is gevallen. Willem ter Brink gaat als een diagonaal in een diagonaal naar binnen met Ivy Fortuna naar de start. Het duel om de leiding gaat tussen andere paarden. Daar is Goldridge bij en aan de buitenkant Joey Junior. Die twee paarden gaan als eerste de bocht in. En Goldridge is daar ietsje sneller dan Joey Junior, maar die laatste blijft doordrukken.
Joey Jr. is in duel met een korte baner en dat kan even duren. Maar meestal kom je daar nog wel langs en dat gaat nu ook gebeuren. Joey Jr. is voorbij aan Godrich. Daarachter op de derde plaats ligt I Dream With You. Daarachter aan de buitenkant Jaarde Beukenswijk. Aan de binnenkant daarnaast ligt Wild Nature. Daarachter Ivy Fortuna en die heeft naast zich de favoriet Looping the Little. Tempo gaat er nu uit. De handrem is aangetrokken. De opening desondanks 13-4 en aan de buitenkant komt nu Jaarde Beukenswijk. Ja, de Beukenswijk kan makkelijk inlopen, want het tempo is al lang geen 13 meer. En zo gaan ze de volgende bocht in. Leiding in handen van Joey Jr. Daarachter ligt Godrich. Aan de buitenkant ja, de Beukenswijk. Dan I Dream With You. Daarachter aan de buitenkant ligt Looping the Little. En daarachter aan de relingzijde is het Ivy Fortuna. Dan Wild Nature, die naar het tweede spoor is gewisseld. En laatst is Jannie van Tim. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. En voorlopig heeft de toekomstig amateurkampioen de zaak onder controle aan kop. Joey Jr. leidt met Erik van den Berg. Buitenkant schuin daarnaast behoorlijk aan het bid gaande Jaarde Beukenswijk. Tussentijds 18-3. Daarachter ligt Looping the Little in de wachtkamer. Aan de relingzijde Godrich. Daarachter in het tweede spoor Wild Nature met aan de binnenkant I Dream With You. Ivy Fortuna heeft de aansluiting bij Samantha Stalker. En naast hem duikt nu op Lotte de Vlieger. En dat doet ze met Jannie van Tim. 2-2 gaan ze de Z-Turf bocht door met een halve lengte voorsprong voor Joey Jr. Joey Jr. buitenkant Jaarde Beukenswijk. Daarachter gaat Looping the Little nu half naar het derde spoor. Maar dat doet hij nog net niet helemaal. Blijft nog heel even zitten. Het was een soort signaal van als niemand gaat, ga ik zelf. Maar nu gaat Jaarde Beukenswijk. Die drukt door. Jaarde Beukenswijk aan de binnenkant Joey Jr. probeert te counteren. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Jaarde Beukenswijk is Joey Jr. bijna voorbij. 17-9 de tussentijd en nu helemaal. Jaarde Beukenswijk heeft overgenomen. Daarachter ligt Looping the Little nu tweede. En junior, Joey Jr. derde. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding in handen van Jaarde Beukenswijk. En die is inmiddels half. Verwege de Tjarda bocht aan de buitenkant Looping the Little op plaats 2 op een lengte. Daarachter op plaats 3 is het Joey Jr. En zo gaan ze de laatste bocht door en uit. En komen ze in de laatste rechte lijn. Daar komt de aanval van de favoriet aan de buitenkant. Looping the Little gaat in de aanval op Jaarde Beukenswijk. Looping the Little is er meteen voorbij. Looping the Little, Jaarde Beukenswijk vecht wel terug aan de binnenkant. Maar heeft een halslengte voorsprong Looping the Little. 13-1 de laatste 500 meter. Het wordt een halve lengte. Looping the Little wint. Jaarde Beukenswijk wordt tweede. En plaats 3 is aan de buitenkant. Buitenkant voor Jannie van Tim. 15-7 voor de winnaar.